Op deze lege plek zat Schatje, de grijze roodstaartpapegaai. Jeanette de Groot voedt alle jonge dieren in de winkel en ze is bezorgd over het lot van de grijze roodstaart. Je hebt zo'n dier eigenlijk van het moment dat het net van de pap afkomt. En je geeft hem alle liefde en elk moment dat je in de winkel eventjes tijd hebt. Want dan knuffelen met de vogels. En hij zou dood kunnen gaan bij de niet het juiste voeding en de juiste aandacht. Tocht is een heel belangrijk aspect waar hij niet tegen kan. En hij kan zich kaal plukken. Zaterdag werd hij vermoedelijk door 3 mensen meegenomen uit de Pets Place in Schagen. Op een druk moment in de winkel werd Jeanette afgeleid en hebben de dieven toegeslagen. Een half jaar geleden was het daar ook al raak. Hoe neem je zo'n dier mee? Nou, dit is zo'n jonge vogel die dus met de hand grootgebracht is. Die zou je eigenlijk in een boodschappentas heel goed kunnen laten zakken. Of in je jas. Het is zo tam, het is zo lief. Dat bijt nog niet op 16 weken. Zou het niet tijd zijn om ze gewoon in een kooi te stoppen? Nou, dat zou voor het winkelbeeld en sowieso voor de vogels zou dat diep treurig zijn. Omdat deze vogels eigenlijk gewoon niet achter een tralie behoren te zitten. Deze horen eigenlijk, net zoals het bij ons altijd zit, vrij te kunnen rondscharrelen. Als u meer informatie heeft over de grijze roodstaart, neemt u dan contact op met de politie.